Dit is Back to Your Roots. In deze serie volgen we gedreven Groningers die stad en ommeland ver achter zich lieten om hun passie na te jagen. Ondanks hun succesvolle carrière besloten zij om terug te keren naar het noorden, naar de plek waar het allemaal voor hen begon. Ook ik keerde terug naar een carrière in de Randstad en ik ben benieuwd wat anderen drijft om hetzelfde te doen. Mijn naam is Steven Smit en vandaag ga ik op bezoek bij de eigenaren van restaurant Niemeyer. Ik ben vandaag in de oude binnenstad van Groningen, in de A-Kerkstraat. En ik ga op bezoek bij Yannick en Leonie. Dat zijn twee Noordelingen die zijn uitgeweken, die haar carrière hebben gemaakt in het binnen- en buitenland, voor toprestaurants hebben gewerkt. Maar ze zijn nu teruggegaan naar Groningen, teruggekeerd naar hun roots om een prachtig restaurant op te zetten. Laten we gaan kijken. Het is nog heel vroeg, dus we zullen nog wel ergens aan de voorbereidingen bezig zijn. Yannick? Hi! Hallo! Wow, ik liep naar binnen en ik denk gelijk, dat ziet er echt waanzinnig uit. Ja, we zijn er echt heel blij mee. We zijn nu 2,5 maand open en ja, zijn ook best lang mee bezig geweest. Maar je zit op een hele oude plek, hè? De A-Kerkstraat. Dat is echt een heel oud straatje van Groningen. Ja, hiervoor stond er een oud café. Die hebben ze plat gegooid en daar is nou ja, toen dit pand opgebouwd. Jullie zijn echt Noordelingen, toch? Klopt. Klopt. Ik kom uit Drenthe. En, provincie Groningen. En toen op een gegeven moment zijn jullie dus hier de provincie uitgegaan. Kun je vertellen waarom jullie daarvoor hebben gekozen toen? Het was zo, ik werkte in Scheveningen, in het Koerhuis. Daarna verhuisde ik naar Amsterdam. Toen ging ik in het Amstel Hotel werken. Na Amsterdam verhuisde ik naar Zeeland. En toen zei Leonie na een paar maanden van, ja, dat is gewoon te ver weg. Ik stop met mijn school en ik kom naar jou toe. Maar ben jij voor je carrière echt hier vertrokken, zeg maar? Ja, eigenlijk wel. Ik werkte in Oud-Sluis in Zeeland. Nou, een van de beste restaurants van Nederland was dat toen. Michelinsterren, geloof ik. Ja, 3 sterren. Precies, de max. Ja. En dat ging dicht. En hun gingen een nieuw restaurant open in Antwerpen. Dus toen zijn we mee verhuisd naar Antwerpen. En toen zeiden van, ja, is dit eigenlijk alles? En toen hebben we gewoon al onze spullen verkocht. Een ticket naar Australië geboekt. En zijn we een jaar naar Australië gegaan. Oh, wauw. Wat wel grappig is in Australië, dan zegt ze wel, ja, we werken met lokale producten. Alleen Australië is groter dan Europa. Als wij zeggen dat we hier met iets lokaals werken, dan mag het eigenlijk niet de grens van Groningen niet over zijn geweest. Ja. Dus we gebruiken echt heel veel Groningse dingen. Natuurlijk onze eigen tuin. Ja, onze eigen tuin. Die is wel in Drenthe, maar... Het heeft een Gronings tintje, hè? Gronings in de zin van oude gerechten. Kun je daar wat meer over vertellen? Er zijn eigenlijk al heel veel mooie bestaande gerechten in Groningen waar eigenlijk niemand wat mee doet. Ja, dat is eigenlijk super zonde, want waarom zou je daar niks mee doen? Dus ja, wij proberen een beetje bestaande gerechten in een nieuw jasje te steken, zoals de eierbal, krentjebrei. Is dat hetzelfde als watergruwel? Ja, okay. Heel veel mensen vinden het niet lekker. Vandaar de gruwel. Ja, toen dacht ik van, ja, wat gaan we daarmee doen? Dus we maken een mousse van krentjebrei, een jus maken van krentjebrei, we maken een schuim van rozijnen, een ijs van bessen. En dat zijn eigenlijk alle ingrediënten die ook in de krentjebrei zelf zitten. Die verwerken we dan ook weer als losse componenten. En natuurlijk de eierbal. Ja. Dat is wel echt iets typisch Gronings. Wat hebben jullie daarmee gedaan met dat gerecht? Niet heel veel. Het is een eierbal zoals die is, maar wij maken hem met een zachtgekookt eitje van binnen. Dus als je deze eierbal opensnijdt, dan loopt hij het eitje uit? Ja. Okay. Is het mogelijk dat we die samen gaan maken? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Want ik heb ook wel iets met de eierbal. Zal ik jullie zo onder het koken vertellen? We hadden al wat groenten gesneden, wat koolrabi, wat erenki paddenstoelen, knolselderij. Die gaan we aanbakken. We gaan de eitjes 6 minuutjes koken. Is dit iets wat in een traditionele eierbal ook zit? Nee, helemaal niet. Nee. Eigenlijk wordt dat volgens mij alleen gemaakt met curry. En dat is het. Nou, is dit proces niet helemaal wereldvreemd aan mij? Ik heb 1 keer eerder in mijn leven een eierbal gemaakt. Als ik jou vraag... Een eierbal, het is zo klein, het is zo jammer dat het zo snel opgaat. Je moet een hele grote maken. Hoe zou je dat aanpakken? Met een heel groot ei en heel veel salpicon. Nou ja, dat is een beetje wat we hebben gedaan, want ik heb ooit op een blauwe maandag als student de grootste eierbal ooit gemaakt. Zo. Met een struisvogel-ei. Zo. Ja, van, wat was het? 2,5 kilo geloof ik. 2,5 kilo. Ja, lijkt je dat lekker? Nou, niet per se. Dit zijn onze 3 struisvogel-eieren. De kleinste, dat is deze, die weegt 897 gram. Ik zeg, Emil, 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 Emil.
man, geef me een eierbal. Ik ga er zelf ook eventjes een stukje van proeven. Zelf ook even een stukje proeven. Smaakt bijzonder goed, jongens. Ja. Wat vind je er zelf van? Beetje zout, beetje Groningse mosterd misschien. Oh. Heerlijk, ja. Wat dip eigenlijk. Nou, een beetje dip. Maar we hebben hier te maken met een delicatesse, denk ik, want een struisvogelei kost €45. Het ruikt al heerlijk. De eitjes zijn gekookt, de ragout is klaar. Dan kunnen we de eierballen van gaan vouwen. Gaan vouwen? Ik zou zeggen een eierbal draaien, maar dat... Nee, we vouwen als het ware de ragout er heel voorzichtig omheen. En daarna paneren we. Ja, dat is een les die ik eerder ook had kunnen gebruiken. Ik heb toen die struisvogel-ei erin, door de ragout heen gerold, opgeplakt. Het is ook wel heel bijzonder, want dit breekt heel lekker, dit eitje. En de ei is geel, maar van een struisvogel-ei is zo dik... Ja, dat je moet dat met een hamer kapot slaan. Zijn er ook mensen die oude gerechten op de kaart zien en te zeggen, dat at ik vroeger, of dat maakte mijn moeder nog. Ja? Of er zijn mensen die zien het op de kaart staan en die zeggen, krentje breien, daar had ik vroeger zo'n hekel aan. En dan uiteindelijk bestellen ze het toch. Maar ik moet zeggen, de eierbal dat is wel echt een hit hoor. Want er zijn dagen, als we hier 40 gasten hebben zitten, dat er 25 daarvan als voorgerecht de eierbal nemen. Dat is wel echt bijzonder. Okay. Dus dat is nu eigenlijk al een geliefd gerecht. Ja. Ja, Groningen zijn een eierbal, hè. Zo, en nu is hij eigenlijk klaar om gefrituurd te worden. Het is 11:00, maar ik heb er wel zin in eigenlijk. En even over de toekomst nu. Wat hopen jullie, waar hopen jullie te staan over? Nou, zeg eens 5 jaar of langer. Wat is een beetje jullie ambitie? Ja, ik denk vooral gewoon een succesvol restaurant. Ja. Ja. Een vol restaurant, dat is en een hele hoop blije gasten. En wil je ook echt in Groningen blijven? Hebben jullie ook echt de... Ja. Ja. Van de... We gaan nooit meer weg. Je gaat nooit meer weg? Nee. Oh, jij niet? Oké. De lunch is hier al begonnen, dus Yannick en Leonie zijn druk bezig, want het is helemaal niet zo'n grote bezetting hier. Maar wat me opviel was dit oude boekje. En op 254, geloof ik, zag ik het mooie gerecht staan. De watergruwel. Dat is wel heel erg leuk, dat in een boek uit 1920, dus echt al meer dan 100 jaar geleden, die watergruwel al te vinden is en dat die nu weer hier op de kaart staat. Iedereen denkt van ja, de provincie Groningen, dat zal wel, dat is alleen maar ver weg. Maar er komt ook heel veel moois hier vandaan. Er komt ook heel veel moois hier vandaan, ja. Zoals deze eierbal. Ja, hij is inmiddels klaar. Alsjeblieft. Nog eens wat anders dan een struisvogel-eierbal. Ja. Ook de eerste keer dat ik een eierbal met bestek eet, moet ik zeggen. Kijk, het eitje is nog mooi lopend. Ja? Heel lekker. Ik moet zeggen dat ik het veel lekkerder vind met een zachtgekookt ei dan met een hardgekookt ei. Ja. Daardoor wordt hij een beetje, hoe zeg je dat? Maakt hij wat meer één geheel. Lekker. Ik zeg, moet luisteren. Het begint te trillen. Een enorme knal. Volgens mij is het een aardbeving.